van Mac is een tuinseizoen. Een vriendin vroeg laatst aan mij, hoe moet ik nou mijn forsythia snoeien? Ik sta nou in haar tuin, de forsythia is inmiddels uitgebloeid en dat is de tijd om hem te snoeien. Deze forsythia ziet er een beetje raar uit. Hij is in het verleden helemaal verkeerd gesnoeid. En ik ga eens kijken hoe ik dat aan kan pakken. Maar het is toch een hele charmante struik. Ze heeft er wat windlichten aangehangen. Nou, die haal ik er eerst maar even uit. Wat je doet is allereerst de uitgebloeide takken eruit knippen. Dat stimuleert nieuwe scheuten. En op die nieuwe scheuten ontstaan volgend jaar de bloemen. Nou, de uitgebloeide takken zijn er inmiddels uit. Er zijn flinke jongens uitgekomen, zoals deze. Ik heb meteen, omdat het zo'n oude struik was, heb ik meteen al het dode hout en de oude stompen afgeknipt. En die oude stompen knip je altijd zo dicht mogelijk langs de stam af. Dan krijg je een mooie gladde wond. Bij een gewone forsythia, dat wil zeggen forsythia die wel beter gesnoeid is dan deze, kun je nog elk voorjaar, dus nu, 1/4 deel van de oude tak zo diep mogelijk wegknippen. Dat heet verjongingssnoei. Dan maakt de struik van onderuit weer nieuwe scheuten. En dan blijf je een mooie jonge struik houden die elk jaar krachtig bloeit. Ik heb één uitgebloeide tak toch maar laten staan, omdat deze struik anders wel heel erg kaal zou worden. En ik ben bang dat die vriendin van mij anders vanavond wel heel erg schrikt als ze uit haar werk terugkomt. Meer tuintips vind je in ons magazine Tuinseizoen of op onze website tuinseizoen.com.